Hoi, ik ben Bram Curvers en ik ben de wijkagent van Nederweert. In het kader van de Week van de Veiligheid willen we jullie graag meenemen in een ontwikkeling die we zien in het kader van jongeren en digitale criminaliteit. De coronacrisis zorgt ervoor dat jongeren noodgedwongen thuis zitten en meer online zijn. Een gevolg hiervan is dat verveling toeslaat onder de jongeren. Online zijn jongeren maar één klik verwijderd van cybercrime. Onderzoek wijst uit dat 1 op de 6 jongeren tussen de 12 en de 17 jaar wel eens een cybercrime delict heeft gepleegd. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om hacking, phishing of een DDoS aanval. Bij phishing probeert men door middel van een listige truc geld binnen te halen van een slachtoffer. Een voorbeeld hiervan is de WhatsApp-fraude die tegenwoordig gaande is, waarbij mensen zich voordoen als een zoon of dochter van iemand. Een andere vorm is hacking. Hierbij breekt men in op de computer of de telefoon van iemand, waarbij men de gegevens of de identiteit probeert te stelen en zo zich probeert voor te doen als iemand anders die hij of ze eigenlijk helemaal niet is. Jongeren zijn zich niet altijd even bewust van het feit dat zij bezig zijn met het plegen van een cybercrime delict. Ook zien jongeren het vaak dat het puur als een lolletje wordt gedaan of als een grapje om uit te halen. Toch willen jullie erop wijzen dat het plegen van een cybercrime delict een ernstig misdrijf is. Een andere ontwikkeling die we zien is dat jongeren slachtoffer worden van cybercrime. Een nieuwe trend die we zien opkomen onder jongeren is onder de Engelse term money mule bekend. Jongeren krijgen vaak een geldbedrag aangeboden om hun bankpas en of bankrekening te laten gebruiken door een crimineel om daar vervolgens het crimineel verdiend geld op te laten zetten. Jongeren weten vaak niet dat dit voor hun gevolgen kan hebben. Gevolgen kunnen zijn dat jongeren dus opdraaien voor het gestolen crimineel geld. Ook lopen zij de kans om zware straffen en of boetes te krijgen vanuit de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast lopen ze het risico om nooit meer een bankrekening te kunnen openen. Ook lopen ouders het risico. Wanneer dat de jongeren niet kunnen opdraaien voor het crimineel geld terug te kunnen betalen, worden ouders vaak ingelast om het geld te moeten betalen. Daarnaast lopen ouders die werkzaam zijn in de banksector het risico dat zij ontslagen worden. Mocht je nog vragen hebben over cybercrime of de gevolgen hiervan, kijk dan op www.politie.nl of vraaghetdepolitie.nl. Ook kan je telefonisch contact opnemen met ons als wijkagenten van Nederweert via 0900 8844.